Yo mensen, GrownUp Games, ik ben Kilius hier en vandaag gaan we weer verder met Tomb Raider. Dus ja, hij is eventjes aan het laden. Maar ja, we zijn er. Cry for help, find the Wolf Pack. Oftewel, we moeten de Wolf Pack zoeken. Ik weet dat hier niks is. Denk ik. Volgens mij was hier niks. Nee, hier is helemaal niks. Hier kun je ook niks. Geen idee waarom dit hier is, maar je kunt er momenteel nog niks. Maar ja, we gaan gewoon door. Dat is een vorige aflevering. Lag die gast daar half dood gaan. Kan ik hem doodschieten? Wauw, we gaan het even kijken. Nee, ik kan niet op beschieten. Nou, jammer. Ik wou op beschieten. In ieder geval, ik weet nog dat we daar naar boven moeten gaan. Dus dan gaan we dat maar even mooi doen, hè. Nou, dan moet ik eerst wel weer even weten hoe ik daar boven kom. Het is wel allemaal leuke vogels en zo. Maar ik weet niet helemaal meer. Wacht. Zo, ja. En dan vanaf hier daarop, ja. Het gaat helemaal goed en dan vanaf daar hier naartoe en dan vinden we hier alweer wat salvage. Als we meer salvage voor mij. En we hebben weer een boek. This must have belonged to a US Marine. Were they on the island in force or just an advance party? Okay. Nou, dan hebben we dat ook weer. Het was dus geen boek, het was een kratje. Ik vond het op een boek lijken. Nou. Lara, doe normaal. Oké, moet hij naar boven? Want ja, naar boven gaan is gewoon wel het beste. Ja, we moeten wel eens boven komen. Meer salvage, awesome. Maar ja, even denken. Hoe moet ik... Oh, wacht. Ik kan er gewoon van aflopen. Holy shit, ik ben een retarded beetje. Hop, oké, jee, we zijn er. Ach, gezellig. Ik hoor al wolfjes. Iets zegt me dat we hier op moeten. Dus gaan we dat maar even mooi doen, hè. Dit stuk. Ja, gewoon niet naar boven gaan. Lara, nooit geleerd dat je nooit moet klimmen met je knieën. Hier hebben we zo'n speciaal ding voor nodig. Even denken, wat is hier ook weer voor nodig? Je kon hier ergens een speciaal ding vinden. Ik weet alleen even niet meer wat. Volgens mij vinden we dadelijk zo'n... ja, we vinden hier dadelijk een ex. Shit, jongen. Ik schiet het eerste beest dat hier in is dood. Ik vind dit niet chill. Het is ook zo lekker donker. Kom maar jongen, ik maak kapot. Oké, we hebben de pack. Oftewel, ze bedoelde een rugzak. Hebben we alles in onze aas gedouwd? Ja. Oké, we moeten nu weer terug naar Rolf. Dat is de kutbeest, jongen. Ik pak hem, jongen. Ik ga je duik zo... Ja. Daar is je al. Ik wist het. X.
Oh, get wrecked. Get wrecked. In zijn hart. Get wreck hem. Ja, zo ja. Ik vind die shit, ik vind dat echt nooit chill. Zulke grotten. Ik vind het echt kut. Maar ja, we zijn er wel uit. En we alleen zeggen, we hebben toch weer een mooi ding. Alleen zijn we weer terug. Hallo. Oké, dat ging fout. Nu weten we dus ook niet daarvan afspringen. Oké, fuck. Dan gaan we gewoon zo weer terug, hè. Tja. Ik ben die parkourmeester. Oh. Oh. Hopping from rooftops. Jawoel. Ik ben dein parkourmaster. Rol. Maar dat kan zij niet. Je moet rollen, Lara. Rollen. Ik weet dat het op zo'n ondergrond... You learn to do a thing like that. Late shift at the Nine Bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, that should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. Well, let's hope I'm a fast learner then. Just be careful, Laura. Oké, zoals ik dus aan het zeggen was, ik weet dat een rol pijn doet op dit soort grond, maar je moet hem wel kunnen in principe. Ik bedoel, van bij vrienden leer ik momenteel ook een rol. En geloof me, wij doen het op yogamatjes en yogamatjes zijn best wel hard. Geloof me, echt die dingen, je verbaast je nog hoe hard die dingen eigenlijk zijn. Daarop moeten wij rollen. Tja, en ik ben nog wel eens een keertje gefaald met een rol. En geloof me, dat doet pijn, jongen. Echt. Holy shit. Je wil zoiets echt niet meemaken dat je fout rolt. Bij mij is het dus een keertje gebeurd. Alleen, wat ik deed, ik wou rollen. Alleen, ik maakte een frontflip. Zo nog de tijd dat ik, zeg maar, geen frontflip kon. Dus ja.
En als je geen frontflip kunt landen, dan ben je best wel fucked. Dat gebeurde er. Ik deed het en ik landde vol met mijn rug op een redelijk dun matje. Dat deed fucking pijn. Nou ja. Kijk, ik ben vandaag zo ook eigen gaan freerunnen. Dat is dus niet gebeurd. Waarom niet? Ik vond het nodig om onze deurpost te tackelen. Dus denk heel veel mensen, Gideon, wat heb je gedaan? Ik sprong tegen onze deurpost aan en toen viel ik, zeg maar. Dus wat er gebeurde. Ik sprong tegen onze deurpost aan. Alleen, nu komt het mooiste. Ja, ik kwam met mijn kop tegen de... Ja, oké, hoe ga ik dit normaal uitleggen? Okay, ik sprong. En ja, dan kwam ik met mijn hoofd tegen onze deurpost staan en toen viel ik. Ik geloof mijn zoetje doet pijn, jongen. Nou ja. Dat terzijde. Ja, toen had ik een... nu heb ik dus een klein gaatje in mijn hoofd. Ik wist wel dat ik hier naartoe moest. En geloof me, dat is momenteel gehecht en... Echt, holy shit. Dat is... dat is geniaal hier. Rekt. Waarom gooi je dit constant met vuur? Oh, ik ga je headshotten. Mijn boog. Rekt. Ben je dood? Je bent verbrand. Oh. Dat is leuk. Hier zit gewoon water. Wat ligt die andere hier? Ik heb wel 5 kogels. Geen zin in. Ik vind wel al die journals, holy shit. Ja. We moeten hier niet van afvallen. Kan ik dit losschieten? Nee. Dat ik ook al eigenlijk wel jammer. Ik hoor het eigenlijk losschieten, wow. Oké, dat was best wel cool eigenlijk. Ik weet... Ja, het was een heel simpel effect, maar ik vond het best cool. Ik pak mijn pistool gewoon. Ook al heb ik daar vrij weinig kogels aan zitten. Hop. En plus, het was vandaag carnaval. Wat zijn mijn meningen over carnaval? Ik vind onzin. Wow. Ik sprong veel te vroeg. Yep. Ik sprong echt veel te veel. In ieder geval, ik vind carnaval gewoon grote onzin. Kan ook zijn omdat ik hou sowieso niet erg van feesten. Ik vind sowieso carnaval nog steeds onzin. Volgens mij was het feest niet bedoeld. Het is een feest om je helemaal lam te zuipen. Ik heb ook geen idee waar... Ryan, did you find Sam? We're still on the trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Laura. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay. I'll let you know when I find it. Nou, in ieder geval, ik ben ook zo eigenlijk nog nooit echt naar een... echt... carnavalfeest geweest. Oh, ze hebben molotovs. Fijn. Oké, ik heb een pistool nodig. Get wrecked. Wow. Dit is een beetje healen. In ieder geval, ik vind carnaval... Ja, ik weet zelf ook niet waar het feest eigenlijk voor bedoeld is. Wat we vieren, maar... Ik vind het gewoon maar niks.
Dus ja. Ik ben ook nog nooit echt naar een goed feest geweest. Maar ik vind sowieso feestjes ook niet echt leuk of zo. Telling you, Reyes, it's a mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey, is this little fox, huh? Yeah, she's cute, huh? Hey, it's Alicia. Alicia. It's my daughter. Oh. 14 years old. And smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. Nice one. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the walk, right? And this thing comes looming at me, looming out of the water it was. So I give it a real Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off, and I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. All right. Can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got it. Good Lord, cut! 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 Cut. Is he coming back? Dr. James. I'll go get him. World-renowned archaeologist. I discover... The world-renowned archaeologist, fish. Mr. Dr. James Whitman. It's a fish. It's just a fish. It's I fine. Know it's just You're a fish. You're gonna be fine. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam. Not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one of your father's decks. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old. It was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Mm. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. Okay. No. Ik heb geen idee meer waar ik het over had. Probably found its way into Japanese circulation sometime in the mid 19th. Een Chinese coin. Ik zag hier ergens nog ammo dingen. Ja, hier. Ik moet echt eventjes heel van die ammo dingetjes vinden. Van die ammo cases, want ja. Dan heb ik gewoon wel weer wat meer ammo. Dan heeft ze een beetje... rondzoeken. Zo te zien is hij momenteel
geen ammo case. Dus ja. Oké, wacht, hier gaat het interessant worden. Dit is zo fucking spannend. Dit moet je namelijk helemaal stealth doen. En ik ben best slecht in dingetjes stealth doen. Eens kijken. Nou. Ik heb er eigenlijk al zat. Dan ga ik even iedereen hier looten. Ja, awesome. Ja, er lag er nog een. Waar liggen ze nou weer allemaal? Moet ze hem wel... Ja, hier. Hier liggen er een paar. Maar ik kan wel gewoon weer heel veel kogels momenteel pakken. Dus dat is sowieso chill. Gezellig. Ik heb allemaal dode mensen. Ah. Als je het leuk vindt, hè. Nou ja. We gaan hier gewoon lekker naar binnen. Ik pak mijn pistool. En dat zijn grote kogeltjes. Holy fucking shit. Waar had het allemaal voor nodig? Damn. Dat heb ik niet nodig. Zijn er nog ammo cases? Ik ren er allemaal wel leuke naar doorheen, maar... Nee, er zijn nergens ammo keuzes. Nou ja. Ik ga dood. En ik vergeet trouwens ook iedereen te sneak attack killen, want dat kan dus ook gewoon. Get fucking wrecked. Zo'n sneak attack is fucking chill. Plus ik vind het echt gewoon fucking awesome. En dingen. Je kan er geen schade door. Je verliest geen kogels door. Wat fucking chill is. Oh, is nog zo'n ding. Oh, art carry unlocked. Oké. Okay. Awesome. Misschien, ik weet niet, misschien ga ik nog een aparte aflevering doen als ik de hele game uitspeel, dat ik al die dingetjes ga zoeken. Lampje nog kapot maken? Nee. Oké. Okay. Zo. Ik heb hier twee op een bak geschoten. Ja, we gaan weer verder naar boven. Tja, we moeten gewoon. Dus dit hele stijlstuk doen nog best goed. Oh, er ligt weer iets. GPS cases, oké. Okay. Moet ik hier naar boven? Daar kan ik me in ieder geval niet aanpakken. Dat is hier boven. Oh, hier. Pff. Ik ben ook een schil aan het doen nog. Ik weet echt zeker dat hier daar enemies zijn. Voel awesome. Daar gaan we weer. Plons. Lekker, waarom hangen ze hier iedereen op? Echt, what the fuck?
Oh, wacht. Wat is dit? Kijk. Ik vind die shit gewoon. Oké, daar kunnen we dus niet in. Ik moet daar wel in. Oh, wauw. Waarom doe je dat met je project? Oh, dat ding is half kapot. Ja, oké. Awesome. Nu kunnen we erin. Ik heb zo'n idee. Dat hier mensjes zijn. Gewoon zo'n klein idee. 360. Oké, dit vind ik leuk. Oh, oké, kut. Pistool. Ik heb niks aan de hand. Het kei goed hier. Liggen. Kut. Wat denk jij? Een beetje achter me aan te sneaken. Maak het kapot. Nu zijn we fucked. Nu kunnen we niet meer terug. Wacht. Ja, hier waren van die lampen. Er waren iets van molotovs of zo. Ik weet niet precies wat hier de bedoeling ook. Oh, wacht, hier ergens moeten toch. Zou iets open moeten kunnen maken? Zou alleen even niet meer weten wat. Vuur. Ergens moet iets open kunnen maken, maar wat? Ja, hier stond een gekke. Ja! Ja, kijk! Kun je gewoon door? Ja, en dan openen we dit. Oh, jawel. Hierop. Snel. Oké. Frisse lucht. En dan. Moeten we zo'n ding pakken. En nu komt de ziekelijkste dood ooit. Get wrecked. Kijk, dit vind ik gewoon fucking episch. Ligt hier nog ergens? Dan kan ik wel even zijn wapen hebben eigenlijk. Kut, hij is hier niet. Oh, hij ligt hier wel. Kijk. Numbers. Ik heb een GPS-case, hoor. More ammunitie. Oh. Ik heb meer. Ligt hier ergens nog meer ammunitie? Oh, nee. Wow. Fucking chill. Dit wapen. Oh. Dit wapentje is zo. Oh. Die deur is dus gewoon dicht. Hoeveel? Ja. Maar hij steekt niet meer in de fik. Wow, ik kan in ieder geval een headshot gaan.
Oké. Laten we maar eventjes alles hier gaan looten. Plus we krijgen gewoon weer meer ammo. Shit, dit is echt een ammo goldmine, holy shit. En ik zie, ik zag gewoon al gewoon nog net dat er gewoon nog een op hadden kunnen blazen. Want hierachter staat een vat. Fuck. Maar ik had trouwens dat vat toch niet gered, maar... Dan nog. Jawel. Wat ga je mij besneaken, hè? Maak het kapot. Op, 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 awesome. Are you there? Yeah. The console's a wreck. Damn it. Well, unless you see a Radio Shack around, you're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay. That sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Climbing again. Great. Okay. Dus. Ja, dat hele ding hier is gewoon helemaal een tering. Plus ik heb allemaal nieuwe shit. Maar ik ga nog eventjes dit hele ding verder looten. Want ik wil eigenlijk wel... Ja, proberen gewoon de game te 100%. Ik bedoel, ik heb het eerlijk gezegd van dat ik het echt niet wou doen. Maar ik bedoel, ik heb trouwens ook heel weinig games uitgespeeld. Ik 3 of zo, maar... Ja. Ik bedoel... Ik ga het gewoon proberen. Kijken of deze game kan 100%. Waarom kan ik hier niet op? What the fuck is dit nou weer? Ja, hier. Ga je naar boven. Zo. Ja. Hier is dus alleen dat. Wauw. Nou ja. Eén ding doen. Dat vind ik gewoon leuk, oké. Dat vind ik awesome. Nou, nu gaan we gewoon hier weg. Ik heb er fucking weinig ammo aan. 32 maar. Damn. We gaan hierin. Het is warm, ja. Leuk, hè? Lekker warm. Maar dat is altijd koud. Net een keer lekker warm. That tower better work after all this. Ik zou hier gewoon echt over de grond gaan crawlen. Ei. Hop. Maak het gewoon helemaal kapot, jongen. En vanaf hier wordt het een blind let's play. Vanaf hier heb ik echt geen idee meer waar ik naartoe moet. Of wat ik moet doen. Dus neem maar voor mij aan dat vanaf nu heel interessant gaat worden. Plus dat ik beter naar alles ga luisteren. Gebeurt als ik hierin val. Ik weet sowieso dat ik dood ben. Wow, wow, what the fuck. What the fuck.
Lege kut. Get wrecked. Headshot. Pak mijn boog wel even. Rekt. Nog andere mensen die willen? Oké. Volgens mij zijn er nog meer mensen hier. Oh, daarboven. Zou ik wel eigenlijk hem... Wow, wow, what the fuck. Ja, die is dood. Meer mensen? Fuck mercy. Dat krijgt het voor mij niet. Oei, joh. Is er nog een achter me voor? Wat daar? Ik zit er allemaal wel leuk met mijn pistool te schieten, maar ik moet eigenlijk ook een beetje mijn boog knallen. Oh, what the fuck? Ik noem hem zo. En gij? Gij gaat gewoon dood. Wow. Waar zijn ze dan? Oké, alleen nog hierboven zijn ze. Liggen. Wall scramble. Klim hier gewoon naar boven, jongen. Loot hier iedereen. Loot hier ook gewoon alles. Plus ik heb weer een boek. Awesome. Ja. Nee, dat kan ik niet naartoe. Kan ik nog verder naar boven? Was er maar eigenlijk nog hierboven hun nog looten. Maar kan niet. Jammer. Ik wou ze nog looten. Maar dat is echt geen enkel meer. Sukkel. Wat je niet moet doen als ik in de buurt ben. Van de zipline proberen af te gaan. Hold nou eens op met kutvuur. Hier. Headshot. Heb ik hem? Fuck. Ze hebben hem toch met Molotov cocktails? Echt serieus? Holy shit. Ah, pijl in je harses. Tenminste in je. You motherfucker. Daar ben ik klaar mee. Liggen. Kut. Nou, ik ben hier zo een paar dooi moeten liggen. Oh fuck. Ja, de ramen. Oké, let's go. Ja! Kijk, ik weet hoe ik hem moet doen. Ja, zo. Oké, awesome. Ja! Ah, what the fuck. Kom maar. Wow. Oh.
Oh ja? Hier, get wrecked. Zo mee, weapons are useless, hè? Hier. Sukke kok. No money. Oh, ik heb nieuwe bow parts. Awesome. Eerst even hem nog kapot maken. Klote vuur. Ben je dood? Ja, ik ben dood. Awesome. Nou, nu weer allemaal nog weapon cases vinden. Echt, mijn wapens zijn flink leeg gegaan. Hier ligt er nog een. Oké. Ja, ik wil echt even mijn hele wapens en alles vol hebben liggen, dus. Oké, awesome. Zijn er nog kampvuurtjes of zo waar ik even snel mijn wapens kan upgraden? Nee. Oh, wacht. Hier is iets. Geen idee wat het is, maar het is iets. Maak het gewoon open. Nee, is er niks. Ik reload hem alvast. Laat me komen, jongen. Oké. Okay. Ja, ik ben even heel stil, want holy shit, ik vind het echt awesome. Zo. Ja, is die tower. Ja, hè, een kampvuur. Oh, ik heb 3 skill points. Oh, ik kan ook fast travelen. Awesome. Ik ga even snel mijn skill points doen. Hunter upgrades, brawler. Ik wil brawler. Pain tolerance. Withstand more punishment. In combat and live to fight another day. Oftewel, meer health. Dirty tricks. Can we use dirt and rocks to blunt your enemies and leave them vulnerable to it? Ooh. X strike. Deliver 2 swift strikes with climbing X. Dus dan ja. Ja. Ik wil die. Press B to scramble and right to. Oh, awesome. Nee, ik vind het echt cool. Hunter upgrade. Steady shot. A focus mind allows you to time to aim steady shots with bow. Oftewel, we kunnen langer aimen volgens mij. Dit is sowieso handiger. Ja, dan doe ik vooral een ding van een grote content build. Ja, doe maar. Ja. Survivor upgrade. Animal instinct. Oh ja, wacht, hier had ik er al eentje van. Wat is dit? Ja, de social finder, extra ammunition. Gear, bow upgrades. View bow upgrades. Makeshift longbow. Find the bow part, ja. Reinforced limbs, awesome. Kan ik nog meer? Ja. Ik kan fucking veel doen. Voor deze, wat kan ik hier allemaal mee? Oeh. Oké, dit is wel cool. Handgun. Oeh. Oké. Ik ga gewoon flink veel celletjes zamelen. Nou, er ligt nog zo'n boek. Ik doe nog wel een keertje of zo'n video maken waarin je al die boeken die ik heb even kan doorlezen. Gewoon een pauze zetten en dan kun je ze al een beetje lezen. Ja, ik moet aan te... Oh! Awesome!
Ik dacht dus gewoon om zo naar beneden voor op te glijden, maar... Dat is serieus wel handig. En ik kan zo naar beneden. Awesome. Ah, daar zit de ladder, oké. Okay. Okay, here goes. Gewoon klimmen. Ik heb zware hoogtevrees, ik zou dat echt nooit doen. Is wel awesome gemaakt. Ja, dat dus. Dat is gewoon fucking eng. Gewoon verder klimmen, hoppakee. Ik zie al wel een fucking epische zipline. Oké, ik moet gewoon verder. Ik dacht het is een cutscene of zo. Holy shit, dat is echt fucking hoog. Wow, yo. Wow. Holy shit. Ik weet niet, ook heb ik ooit veel. Ik vind het zo fucking vet gedaan. Holy shit. Daar is het iets van een wifi toch of zo. Ik heb zo'n idee dat ik moet gaan springen, maar ik weet niet zeker. We moeten springen. Oh. Fucking eng, hè? Ik zou het echt nooit doen. Maar we zijn er. Oh, ik vind het echt awesome. Emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Ik heb geen idee. Oh, wacht. Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on, come on. Mayday, mayday. This is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up hope. So had we. We've got your approximate position. We could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Lara Croft, you are my hero. Hey, you know, Reyes actually just cracked a smile. Right. Need a signal. A fire. Fuel, flames. I can do that. Dit is zo fucking vet, jongens, ik zweer. Ik zit nu echt met een glimlach van oor tot oor. Oh, ik vind het zo vet. Nu de epische zipline ooit. Oh, ik vind het echt vet. That's one way to get down. Is dat een signal fire? Nou, dat helpt niet.
Wat voor vuur moet het zijn dan? Fuel tanks. Nou, die gaan door je. eens even kijken. Waar is het helemaal vandaan, joh? Fire Striker. Awesome. Wow. Oké. Het begint echt steeds vetter te worden, ik zweer. Sowieso, ik heb nu ook vakantie, dus ik ga echt super veel spelen. Dus ik ga sowieso ook nog heel veel SpongeBob spelen. Nou, dit wordt sowieso een prioriteit. Ik vind dit echt vet. Die gaat ontploffen, jongen. There it is. Dus dat is best wel kut. Maar holy shit, dit is awesome. Wow. Dit is echt vet gedaan. Ik zweer het je, holy shit. Zo kut van alle supplies. The pilot. I have to get to him. Okay. Okay. Ah. Okay. Ah, ja, dat is minder. Ik zweer je, echt deze game, holy shit. Dit is echt mijn tweede Tomb Raider die ik ooit gespeeld heb. Ik heb voor de DS heb ik er eentje gespeeld. En niet echt, dus eigenlijk is dit echt mijn echte eerste Tomb Raider. Ik vind het zo vet, jongens. Hé, hey, je doet bijna een rol. Oké, okay, dat gebeurde. Heeft de piloot nog iets op zich? Dan kan ik niet looten. Ah, jammer. Nou, nu moeten we dus gewoon weer terug naar die mountain town. Nou ja. We hebben in ieder geval wel één nieuwe skill points. Zo, die gaan we weer direct gewoon uitgeven. Dan ga ik toch wel weer even voor mijn brother. Gepaint tot ons doen.
Dat vind ik toch wel even momenteel belangrijk dat ik meer damage kan nemen. Maar ja. Dan denk ik dat ik het hierbij ga laten voor deze episode. Dus vonden jullie deze video leuk? Alsjeblieft, abonneer, dan komen er veel meer van deze video's aan. En dan zeg ik gewoon tegen jullie, later!